Hallo, leuk dat je kijkt naar week 37 van mijn zwangerschap. Week 37, je hoort het goed. Ze is voldragen, vind ik. 37 weken is het moment, de mijlpaal die iedere zwangere wil behalen, denk ik. Want de baby is af, dus ik zeg, meid, kom eruit. We willen je graag ontmoeten, iedereen. Ik ben er nog niet klaar mee hoor. Als ze lekker wil blijven zitten, dan mag ze blijven zitten. Maar ja, ik heb ook wel heel erg veel zin om dat te ontmoeten. Misschien is dit wel de week dat ze komt. We weten het niet. Deze week, een paar veranderingen. Ik ga niet meer trainen. Ik merk dat ik daar heel erg harde buiken van krijg. Dat ik daar niet goed meer aan doe. Dus trainen, daar hou ik eventjes voor gezien. Ik vind het heel mooi dat ik tot de 36 weken heb kunnen trainen. En we hebben vorige week, heb ik niet gevlogd denk ik, hebben wij een proefrit gemaakt in een nieuwe auto. We hebben namelijk een familieauto nodig. We hebben namelijk twee auto's die heel klein zijn. Dus eentje moest verwisseld worden. En dat wordt Nicky's auto. Dus eigenlijk heeft Nicky een nieuwe auto gekocht. Maar hij is ook een beetje van mij. Ik heb ook een klein beetje bijgedragen eraan. En die gaan we deze week ophalen. Dus ook deze week hebben we, dat staat deze week op de planning, om de auto op te halen, maar dat is wel pas dinsdag. Dat is het echt. Misschien is ze er dan al en dan komt dat niet in deze vlog. Ik heb geen idee. We hebben geen idee waar deze vlog naartoe gaat. Maar we gaan in ieder geval beginnen met de vlog. Achtergrond staat trouwens Serpent Gameplay aan. Dat is ook een streamer op Twitch. Die is een subathon aan het doen. En hij heeft zijn cap gezet op volgend jaar. Dus 1 januari 2023. En hij is dus nu al bijna 2 maanden bezig. Bizar. Af en toe check ik even in hoeveel uur er nog op de teller staat. Wat hij aan het doen is. En nu is hij net wakker. Dus dat is een beetje saai. Maar mijn plannen vandaag, ik heb nog iets, hopelijk kan ik daar meer over vertellen heel snel. Dat is een samenwerking meeting heb ik vandaag. Het is eigenlijk stiekem nog een beetje werk, ik weet het, mag niet. Maar ja, loop toch ook gewoon door. Als je ondernemer bent, moet je toch voor jezelf een beetje, ja, ook in je verlof gewoon nog wel wat dingetjes regelen. Ik merk toch dat ik nog wel wat dingetjes wil doen voor mijn werk. Merk vooral met social media dat het gewoon, ja, daar heb ik nu ook gewoon tijd voor. Omdat ik dan niet stream, want daar neem ik echt even verlof van. Hoewel ik iedere week wel een keer stream. Maar ik vind het wel, ja, ik heb nog niet dat ik me verveel, zal ik zeggen. Dus dat ga ik deze week waarschijnlijk ook niet doen. Misschien als ik dat heb, dat ze dan ineens gaat komen. Want ze denkt van, oh, nou verveelt ze zich. Nou is het tijd voor mij om te komen. Maar ja, misschien ook niet. Geen idee. Ik ga in ieder geval nu naar Tiel. Want we moeten nog een lamp voor op de babykamer hebben. Dus die ga ik scoren vandaag. No matter what. Ik ga vandaag een lamp scoren. En om 2 uur heb ik, dus dan heb ik 1,5 uur. Ongeveer 2 uur om voor die lamp te kijken. En dan ga ik daarna die meeting doen. En dan is het wel genoeg voor vandaag. Misschien dat ik dan nog ga streamen, maar weet ik nog niet. We gaan in ieder geval beginnen. Deze heeft dus glitter aan de binnenkant. Niet heel opzichtig, maar wel een beetje. Dat vond ik wel heel leuk. Dus ik ga deze LED plafondlamp halen voor de babykamer. Helemaal leuk, toch? Zo, ik zit eventjes met mijn hoofd buiten beeld. Maar ik ben weer thuis en ik heb een shoplog. Zo'n kleintje. Met het een en ander wat ik gehaald heb. Deze hebben we al gezien, hè? De glitterlamp. Die ik heel mooi vind. Kijken of ik die vandaag kan installeren. Maar ik heb op zich best wel veel plet. Dan heb ik een nieuwe theedoos gekocht. Hallo, Jimmy. Goedemiddag. Met gouden randjes. Onze theedoos is kapot en ik vind hem ook iets te groot. Dus ik heb nu een kleiner theedoosje gekocht. Dan heb ik een en ander gehaald voor Le Baby. Laat ik dit even aan de kant schuiven. Ik had online gelezen dat dit de beste rompertjes zijn die er zijn. De bamboe rompertjes met omslag. Dus dan hoef je niet over het hoofdje.
En dit zijn ook nog meegroeirompetjes, zie je dat? Dus hij kan, nu staat hij op de losse stand, maar hij kan dus ook een standje strakker. Dus die gaan wat langer mee, omdat ze mee, een beetje meegroeien. Deze heb ik dus in het wit, in het groen en in het roze. En dat is wel een beetje het thema van deze zwangerschap. Wit, roze, groen. Babykamer, de behang, alle aankleedkussens en zo. En dan als rustige kleur heb ik ook nog een beetje een soort van beige. Maar goed, dit zijn allemaal maatje 56 rompertjes. Dus het kan zijn dat ze iets te klein is in het begin voor deze. Maar daar kan ze wel dan langer in. Heb ik eventjes van deze pennen gekocht. Fijnschrijvers, die vind ik echt het fijnste schrijven. ja, ik gebruik deze bijna voor alles. Weet je wel, als ik iets op mijn kalender moet schrijven, heb ik altijd deze. En ik vind het dan vervelend als het een andere pen is. Dus die heb ik. Dan heb ik eventjes voor mijn labelmaker, die ik met Sinterklaas heb gekregen, even een navulset gekocht. Dus dan kan ik die tape, zal ik maar zeggen, kan ik ook leuke kleurtjes, andere kleurtjes doen dan zwart. Dus dat is ook wel handig voor de babykamer. Daarover later waarschijnlijk meer. Ik had een foutje gemaakt op mijn kalender. Dus ik heb eventjes correctievloeistof gekocht. En ik heb... Hij zit er een beetje op mijn lip ook. Had je misschien al gezien. Deze had ik... deze was in de aanbieding nu. 3 euro nog maar. En dit is een lippenstiftje. En ik vind ze heel fijn. Want ik had deze in een andere kleur voor mijn bruiloft. En hij blijft heel goed zitten. Het voedt ook een beetje je lippen en ik vind hem gewoon heel mooi. Dus ik had ook even een rood kleurtje gekocht. En een nagelharder, gewoon lak met een beetje roze in. Zodat, want kijk, mijn nagels zijn echt... Ik heb nu geen gel lak meer op, dus ik moest eventjes een nagelharder lak halen. En dan van de HEMA als laatste heb ik etiketten. Voor op de enveloppen voor de geboortekaartjes. Dus dan kan ik die alvast schrijven. En die kunnen we dan gewoon zo opplakken. En dan als laatste is eigenlijk het belangrijkste. Dat is namelijk frambozenbladthee. En dat ga ik nu ook even zetten. Want dit schijnt dus een beetje het rijpen van de baarmoedermond te versnellen. En daarmee dus is wetenschappelijk aangetoond dat het... een beetje weeopwekkend werkt. Dus ik dacht, ja, dat wil ik proberen. Dus ik heb dit gekocht. En het zijn gewoon zakjes. Bij de Holland & Barrett. En er was een aanbieding 2 plus 1 gratis. Dus ik heb 3 van deze bakjes gekocht. Ik weet niet of ze opgaan. Maar anders heb ik vast nog wel ooit vriendinnen die ook zwanger zijn. En over tijd gaan. Ik ben natuurlijk niet over tijd. Maar ik zou, ja, als ik nu gewoon begin met drinken. Misschien, het schijnt ook, het is niet alleen voor het weeën opwekken. Maar ook dat je bevalling voorspoediger loopt. Minder complicaties. Hè? Dit zijn allemaal, ja, het kan nog steeds allemaal gebeuren natuurlijk. Maar het vergroot de kans op een soepele bevalling. Snelle herstel na de bevalling. Nou ja, ik vond het in ieder geval een hele goede optie om te proberen. Dus ik ga deze thee nu zetten. En dan gaan we die meeting in die ik had. Wat ik jullie had verteld. Ik spreek jullie daarna weer. Oh, ik dacht even dat ik lippenstift in mijn nek had zitten. Maar dat was het niet zo. De meeting ging goed. Ik ben helemaal excited. Ik hoop dat zij dezelfde energie voelen als ik. Dat zou heel leuk zijn. Nu is de tijd aangekomen dat ik eventjes een timelapse ga maken. Want het is hier een teringzooi. Ik ga het jullie laten zien. Kijk, teringzooi, teringzooi, teringzooi. Oh, ik mag niet zoveel tering zeggen. Sorry. Het is een troep, een troep, een troep. Deze roze frambozenbladthee is trouwens... niet vies. Dat is het. Het is niet vies. Dus ja, dat wil ik nog even delen. Want dat kan natuurlijk. Kan wel goed voor je zijn. Maar dan moet het ook wel niet vies zijn. En dat is het niet. Dus daar ben ik heel blij mee. Tijd om even op te ruimen. MUZIEK.
Goedemorgen, het is donderdag vandaag en ik heb gisteren de babyfoon binnengekregen. Ik ga jullie laten zien welke ik heb gehaald. Wij hebben de Nest Cam Indoor als... Dat is niet eens schaatsen. Ze zijn niet eens met de race bezig. De Nest Cam Indoor hebben we gekocht als babyfoon. Vond ik handig, ook omdat je van afstand dan kan kijken als je niet thuis bent. En ook omdat we hem daarna nog gewoon als camera kunnen gebruiken. Als beveiligingscamera, als we geen babyfoon meer nodig hebben. Linkje zal ik wel in de beschrijving zetten van deze babyfoon. Ik weet niet hoe je de rand in zet. En actie! Dat was mijn Mitsuka. Dit is hem. Is vet toch? Volgens mij is die draadloos. Of niet? Ik zie geen gaatje waar die... Oh, hier moet het draadje in. Zo ziet hij eruit. Nice. De kabel en de adapter. Helemaal mooi. Helemaal nice. Oh, en hier kun je hem ook nog vast schroeven. Je kunt hem boven het bedje aan het plafond doen. Ja, dat kan. Want dan kun je hem denk ik zo wisselen. Ja, dat is magnetisch. Oh, ja. Dus dan kun je hem ook ergens anders neerzetten. Maar oh, dat is wel echt super handig. Nou, dat was de unboxing. Ik heb nog een unboxing. Deze is iets minder flatteus en spannend. En misschien stop ik dit wel helemaal niet in de video. Dit is namelijk de Happy Poo. Het is een soort mobiel bidet. Als je hechtingen hebt, dan kun je het wassen daarna. Zonder dat het heel veel pijn doet, hoop je dan. Dus die zet je naast het toilet neer. En dan kun je dat gebruiken. Er zit zelfs een reisverpakking bij. Dan kun je mee in je tas doen. Kijk, zo werkt het. Er komt zo'n straaltje uit. Dan kun je de boel gewoon schoon spuiten. En dan knijp je hier dan water in en dan knijp je zo en dan... En dan komt er water uit. Kun je zo je hechtingen spoelen. Die was niet zo duur. Maar ik zal ook een linkje hier naartoe, mocht je denken van, oh, moet ik ook hebben. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten ervan. Ik vond hem in hele leuke kleuren. Je had hem ook in mint en blauw. Maar ik dacht, ik doe hem in het roze. Kleine sneak peek. Van de commode. Ik ga hier in die bakjes allemaal labeltjes doen. Gewoon omdat het leuk is. Het heeft echt letterlijk geen nut. Maar ik vind het wel heel leuk. Wat later op de dag en ik heb weer iets binnengekregen. Dit keer van Zalando had ik wat besteld. Luiertassen. En ik ga even kijken welke ik het beste vind. Ik heb trouwens net ook mijn wimpers eraf laten halen. Dus ik heb echt een mega blote billen gezicht op het moment. Ja, is beter zo. Ik wil zo natuurlijk mogelijk bevallen. Dat ik niet later denk, oh, wat zaten mijn wimpers stom of zo. Dus ja, ik zie er een beetje anders uit weer. Wat vermoeider. Ik ben ook wel moe. Een vriendinnetje was vandaag bij mij. Die is ook zwanger. Heel leuk. Stephanie. En die heeft een kindje van iets ouder dan anderhalf. Dus ik ben helemaal uitgeput ervan.
Dus ik ben nu relaxed op de bank aan het liggen en niet te veel aan het doen. Dadelijk koken. Maar we gaan eerst eventjes het pakketje uitpakken. Ik ben dus helemaal obsessed met alles, van alles met roesjes. Deze is volgens mij met oh nee, is wel met lange mouw. Kijk, roesjes aan de zijkantjes. Echt zo schattig. Volgens mij had ik een iets groter maatje genomen. Het is wel lange mouw, dus misschien was het niet zo slim. 6 maanden. Ja, dan is ze eigenlijk midden in de zomer. Dus ik ben benieuwd of ze dan dat aandoet. Anders moet ik het afgeven. Ik vind het sowieso een mooi rompertje, dus ik hou hem wel gewoon. Ik had ook een heel schattig truitje, wat meer voor de herfst is, maar die was in de aanbieding. En het is van wol. Ik ken het merk verder niet hoor. Ik vond hem heel schattig. Maar dit is dus 9 maanden, dus dat is echt een herfsttrui. Ja, ik weet niet. Ik had van mijn moeder een cadeaukaart die zij van de werk had. En dus het moest allemaal opgemaakt worden. Dan heb ik 2 luiertassen besteld. Allebei van Anna Field. En eigenlijk was mijn vraag aan Nikki met welke die wel zou gaan lopen. Maar dit is dus van duurzaam materiaal gemaakt. Vond ik wel leuk. Ja, deze is wat groter en er zit dan ook een matje in. Een verschoningsmatje. Kijk. Vet handig. Deze is, die heeft niet van die vakken op de voorkant. Die heeft gewoon 1 groot vak. En aan de zijkant is wat boller. Het is wel een iets kleinere tas. Hetzelfde soort matje in. Oh, hier zit een lintje omheen. Oh nee, dit is elastiek. Tata, ook een verschoningsmat. Ik hoor wel heel vaak dat mensen die een tweede baby krijgen gewoon een luier in en een doekjes in een gewone tas gooien en that's it. Maar ja, wij zijn nog newborn parents, hè. Dus freshly new parents. Zet vooral in de comments welke jij denkt dat Nikki mooier vindt. Die met die vakjes aan de voorkant of zonder vakjes die iets kleiner is. Hallo, het is zaterdag. Ik heb niet echt babydingen op de planning staan vandaag. Maar ik had mijn make-up gedaan. Ik denk, ik moet toch even de camera erbij pakken. Ik ga nu naar Culemborg, want ik ga mijn wimpers laten doen. En dan denk je, je had ze er toch afgehaald van de week, de extensions. Dat klopt. Ik ga dus vandaag mijn wimpers laten krullen. Dus een lash lift heet dat. Dus dit is een beetje het voorresultaat. En Nikki is aan het werk, dus ik denk dat ik een lekkere bak koffie ga halen en to go. En dan naar Nikki ga brengen. Even daar kletsen op zijn werk. Ja, ik had ook kunnen gaan streamen in die tijd dat ik met Nikki ga kletsen. Maar ik heb gewoon echt zin om eventjes niet achter de computer te zitten. Ik zit ook de hele week binnen. En het is wel even mooi geweest. Dus we gaan lekker op pad vandaag. Gisteren had ik trouwens vlechtjes, dus vandaar deze krullenbos. En ik had gisteren oppasdag, maar die ging halverwege even stuk. Want ik had zoveel steken. Ik had echt de hele tijd een steek in mijn buik. Aan de zijkant, aan de onderkant. Oh, bandenpijn is dat. Nou, verschrikkelijk. Ik zeg, ik ga liever naar huis. Dus mijn ouders hebben toen opgepast op vlinnen en pellen. Maar oppassen, ja, dat gaat niet meer. Ik kan gewoon niet meer stillen. Ik denk dat die steek in mijn buik ook kwam omdat ik pellen had opgetild. Het is gewoon te zwaar op het moment om dingen te tillen. Dus ik moet het ook gewoon niet doen. Maar goed, ik heb dus gisteren eigenlijk een heel erg duf dagje gehad. De hele dag eigenlijk op de bank gelegen met een hittepit tegen die steek aan. Dat op een gegeven moment wel wegging. 2 paracetamol genomen en toen ben ik gaan slapen op de bank. Daarna ging het wel weer, maar ik bleef een beetje duf. Dus ik ga vandaag het een beetje inhalen. De dufheid van gisteren. Ik ga je filmen. Voor in de vlog. Oké. De lamp wordt gemonteerd. Nou. Hopen we. Hopelijk, ja. Nou zegt hij dat beter, ja. Het is zondagavond en ik sta in een trappenhuis van het garage in Tiel. Want ik ga even lekker uit eten met een vriendin van me. Ik verveel me nogal, dus iedereen die iets voorstelt om te gaan doen, daar zeg ik ja tegen. Nikki die ging niet mee, want die verveelde zich niet. Die was blij dat hij een dagje thuis was. Dus, daar komt iemand aan. Dus ik ga er vandoor.
Goedemorgen, het is alweer maandag 21 februari. En ja, de 37 weken gaat langzaamaan voorbij. Wat ik een beetje gek vind. Want ja, ik heb zo'n gevoel dat ze eerder komt. En nu ben ik al bijna 38 weken. Heel gek. Ik wil wel veel energie weer, merk ik. Wat ik afgelopen... Ik weet niet of je het zag in mijn vlogs. Maar ik had echt wel was lager in mijn energie. Ik heb weinig kunnen doen. Omdat ik veel vermoeid was. Maar ik heb weer een nieuwe boost aan energie gekregen, gelukkig. En de Jumbo is geweest. Die heeft het gelukkig weer binnengezet. Heel lief. Dus dat is ook weer. De boodschappen zijn ook weer gedaan. Ik ga even wat eten maken, denk ik. En we gaan vandaag op pad voor de geboortekaartjes die ik naar jullie ga sturen. Sommige mensen hebben tijdens mijn verlofstream geboortekaartjes gewonnen. En die wil ik zelf maken. Dus die ga ik vandaag waarschijnlijk maken. Als een besteding. Ja, ik moet toch een beetje mezelf vermaken met leuke dingen. Dus ik ga lekker die geboortekaartjes zelf knutselen. En vast de adressen schrijven en zo. Dus dat staat er vandaag op de planning. En jullie gaan gezellig mee. Zo. Ik heb al 2 video's geëdit. Eentje die vandaag online moest. En eentje voor volgende week. Die staat ook al helemaal ingepland. Dus super chill. Mocht ze nou deze week komen. Dan kan ik gewoon, heb ik gewoon content online staan. En als ik zo deze energie hou. Dan gaan we gewoon... alles deze week kunnen afmaken qua voorbereidende video's. En dan heb ik voor de aankomende weken gewoon alle extra video's al klaarstaan. Ik hoop dat het lukt. Nu ga ik naar de Action, want ik moet het een en ander kopen. Dus daar gaan we heen. Dit is een hele grote Action. Een tas vol spul. En ik zit lekker weer op de bank. Dat was mijn energie. Ik dacht, jee, ik heb superveel energie, ik kan van alles doen. Maar die energie is nu op. Dus ik ga even chillen op de bank. Eventjes mijn dingen die ik gekocht heb, ga ik eventjes uitzoeken. En ik zal jullie het een en ander laten zien. Maar het is niet interessant genoeg om echt een hele Action shoplog te doen. Maar ik ga even kijken wat ik allemaal nodig heb voor het maken van de babykaartjes. Het is dinsdag en vandaag is een leuke dag, want het is sowieso 22/2/22. Dus ik zeg dat ze vandaag komt, maar het voelt niet alsof er iets aan de hand is. Maar we gaan ook onze nieuwe auto ophalen. We hebben eindelijk een grote mensenauto en die gaan we dus vandaag ophalen. Heel erg leuk. We zitten in onze nieuwe auto. Het is een Kia Ceed voor de autoliefhebbers, kenners. En we gaan hem meteen ontgroenen. Klinkt heel vies trouwens, als je niet weet wat ik bedoel. Ja. Maar dat betekent dat we door de McDrive gaan. Dus dat gaan we nu meteen doen. Ik wil 10 uur 's ochtends stikken en mijn thee halen. Nee, we gaan een koffietje halen. Nee. Nou, dan weet je niet wat ik haal. Maar ik heb mijn telefoon al gekoppeld, de Bluetooth doet het. Ik ben helemaal blij met de nieuwe auto. Deze puzzel is eindelijk af. Het is een verschrikkelijke puzzel. Het was wel een leuke puzzel, maar dat groene bovenin was echt verschrikkelijk. En het is niet een hele hoge kwaliteit puzzel. Dus alle stukjes pasten er iedere keer. En dan klopte het helemaal niet met de print. Maar hij is af en die lag er denk ik al een jaar. Dus die kunnen we lekker opruimen. Nou, dat geeft een goed gevoel, joh. Voor mijn nesteldrang. Heb ik honing aan mijn kont, Nagini? Ze loopt overal mee naartoe. Ja, ik ben vandaag aangekleed. Een beetje leuk. Make-upje op.
Dus ja, dan is het eigenlijk, heb ik geen excuus. Nee, dat is een goed excuus om eventjes wat video's op te nemen voor als dadelijk de baby er is, dat er toch wat content online komt. Dus ik ga mijn setup tour filmen. Nicky is nu thuis, dus die kan mij dan mooi helpen. Okay, maar het enige probleempje op het moment is dat de kabel niet zo heel mooi is. Nu heb ik al een tijdje terug deze gekocht. Dubbelzijdig plakband. En dat heb ik al eerder gebruikt, maar dat werkt niet zo goed. Dus dat ga ik nu hopelijk voor de setup tour in ieder geval. Dat die goed vastzit en dat die blijft vastzitten. Ik hoop dat het werkt. Dus dat ga ik nu even doen. Dus het ziet er nu zo uit. En dan laat ik jullie zo zien hoe ik het hopelijk gefixt heb zo. Nou, de Game Room Tour is opgenomen. En ik dacht, laat even aan jullie zien hoe mooi opgeruimd mijn kamer is. Want dat gebeurt niet vaak. Ik de poetsspullen heb ik nou even gauw hier neergezet. Maar die is opgenomen. Dus ben ik er eigenlijk wel heel blij mee. Want dan kan ik dat lekker editen en klaarmaken. En dat voelt weer als een ding afgevinkt van mijn lijstje. Ik ga even chillen. En dan ga ik denk ik de volgende video opnemen. Want ik ben nu toch zo lekker bezig. Dan kan dat ook wel. Ik heb me weer omgekleed. Want ik heb nog een video opgenomen. Een unboxing van 3 producten. Die hadden jullie van laatst al een keer gezien dat ik die producten binnenkreeg. Maar dat heb ik dus nu unboxed. Ik heb ze alleen nog niet aangesloten. Dat komt later. Ik heb dus ook een andere outfit aangetrokken. Want ik dacht, ik kan niet in iedere video dezelfde outfit aan hebben. Maar kijk hoe groot mijn buik is, joh. Echt goud, hè? Ik ga nu lunchen met een vriendin. Die zei, ja, als je je verveelt, moet je me laten weten. Ik zei, nou, ik verveel me wel. Dus ik ga naar Natiel. Gaan we bij Brownies en Downies eten. Ik vergeet vaak te vloggen, maar ik ga proberen om het niet te vergeten dit keer. Nou, we zitten bij Brownies en Downies. Dit is mijn broodje brie. Een broodje tonijn. En een toetje van de dag. Hier zit het toetje van de dag. Thank you.